Yes, goed dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Gierig Gasten. Het is een deel 2, Bram. Je staat er weer. Ja, ik ben heel erg benieuwd of het gelijk weer zo'n succes gaat worden als de vorige keer. Maar eerlijk zeg, je zegt het een beetje sarcastisch, maar het was een enorm succes. Ja, het was een enorm succes. Dat bedoel ik ook. Eigenlijk iedereen die opende kwam er mega gauw uit. Ja. Alleen niet iedereen die open. Nee. En daarom vinden we gewoon dat het tijd is voor een 2.0. We hebben nog een lijstje met BN'ers die we willen testen. Ja, we staan hier om de hoek bij Katja Schuurman. Dat is ook een keer de mooiste vrouw van Nederland geweest. Ja, dat vind je leuk, toch? Dat vind ik heel leuk. Ja, dat vind ik totaal niet... Dat vind je niet spannender dan... Maar gaat het goed met jou? Ja. Nee. Ik zie het. Ik maak me zorgen om je. Ik ga zo slecht op dit moment. Moet je het wel willen? Is Katja je type? Ja, man. Krullen, jongen. Ja, ben ik wel een beetje verliefd. Die krullen, jongen. Oh. Met deze krullen ook zo lekker. Misschien heeft zij het ook wel. Ik denk dat wij wel een match zijn, toch? Dat denk ik. Alle twee rode krullen. En ik denk dat ze ook gewoon niet de moeilijkste is, volgens mij. Ik heb wel eens gehoord dat zij een swingertje is. Ja. Dus ik denk dat jij daar prima wel mijn nummer kan vragen. En als je denkt, hey, misschien heeft Katja de aflevering wel gezien en weet zij wat hier aan gaande is als Bram voor de deur staat. Dat is niet waar. We hebben dit namelijk opgenomen voordat de deel 1 is uitgezonden. Ja, voor het geval dat Katja onze filmpjes kijkt. Ja, dat zijn 1 van de 20.000 kijkers. Toevallig. Laten we gaan beginnen. Yes. Bram, we hebben hier een scherm. We kunnen je zien, we kunnen meekijken. Links van jou. Ja. Dat is rechts van jou. Ja. Andere links. Ja. Dat is links, toch? Ja. Links van jou. Ergens van jou. Daar ja. Daar woont Katja Schuurman. En daar ga jij nu heen. Ja. Jij moet heel nodig naar de wc en je hebt honger. Oké. Ja, we beginnen weer even rustig. Dus we beginnen met een broodje. Maar die wil je nu wel in het huis eten. Okay. Als je dan toch binnen bent, is het wel leuk om een paar moves te gooien. Tuurlijk. Want ik vind het niet al spannend genoeg. Daarom ga je eerst ook even een zenuwplasje plegen. Eet je een broodje en dan gaandeweg... Gooi je moves in de strijd. Ja, ik hoorde je maar voor de helft, maar ik moet pissen en wat te eten. En ik moet er versieren. Ja, dat versieren is gewoon bonus. Dat heeft niks met de test te maken, dat is gewoon leuk voor ons. Ja. Ik hoop zo dat Katja thuis is. In heerlijke positie zitten wij, zeg. De auto staat er wel, hè? Er staat een auto voor, ja. Ik denk dat zij gewoon meerdere auto's heeft en met een ander weg is. Het is een kast van een huis, Bram. Zo'n belletje, dat horen ze niet. Misschien moet je gewoon eventjes door de brievenbus even vragen of iemand thuis is. Even goed gillen. Je moet echt heel nodig poepen. Je houdt het niet meer. Je kan ook kloppen. Er zijn meerdere manieren om iemand bij de deur te krijgen, want de auto staat er. Er is niemand. Nee. Gap. Even, ik hoor helemaal niks. Je hebt geen geluid gemaakt. Je hebt al een belletje getrokken. Nee, ik heb net keihard op het raam staan bonken. Dat doet niemand open. Ja, je rent ook gelijk weg. Ja, tuurlijk, ik wil weg hier. Nee, je moet poepen. Je wilt het zo open doen. Er is gewoon niemand. Je houdt het niet meer. Het is dat of je legt er een op de stoep. Ik heb echt hard aangeklopt. Ik heb gebeld als een mogol. Als er nog iemand open is, dan denken ze alleen maar... wat is dit voor een idioot die de hele tijd bij mijn huis blijft. Weet je wat, Bram? Kom maar weer terug. Als ik een cijfer zou moeten geven, een onvoldoende. Ik miste een echte inzet. Brammy, als jij zegt dat er niemand thuis is, dan heb je helaas Katja niet ontmoet. Maar dan is het wel tijd om naar de volgende te gaan. Bramovic. Yes. Het huis waar we nu voor staan is het huis van... Chantal Jansen. Ja, we dachten, hier komt er niet makkelijk vanaf. Dus we houden het gewoon bij de mooiste vrouwen van Nederland. We houden het nog steeds simpel. Je gaat nog steeds voor het ontbijtje. Dus je wilt een broodje en wat drinken. Inmiddels is het een hele late lunch geworden, maar dat maakt niet uit. Kijk, ik denk als je bij haar begint met ik moet naar de wc, laat ze sowieso niet binnen. Niet doen. Dus begin met een broodje. Daarna moet je nog even naar de wc. Of daarna drinken, daarna wc, daarna nummer. Nee. Dat gaat jawel, jawel, jawel. Succes. Ik ga niet, nee. Jawel, jawel. Nee, absoluut niet. Jawel, Bram. Nee. Doei jongens, dag. Dan gaan we. Het nummer is gekozen. Een ogenblik geduld alsjeblieft. Hallo? Hi. Ja, hi. Ik heb een beetje een gek vraagje. Ik heb om de hoek een afspraak.
en ik ben mijn portemonnee vergeten. Ik heb niks gegeten. Ik belde even bij wat mensen aan om te kijken of ik een hapje eten kon scoren. Een hapje eten kon scoren? Ja. Ja, een beetje een rare vraag. Dat snap ik zelf ook. Ik hoor aan de stem dat Chantal is. Nou, heerlijk. Is dit Chantal? Ja. Oké, okay. Blijf even daar staan, dan fix ik het. Oké, okay, nou top, dankjewel. Is dit Chantal Jans? Yeah, dat hoort toch aan die stem? Ik ken de stem, ik zie het niet. Maar... Ik twijfel. Nee, dit is Chantal. Anders had hij van een andere smoes opgegooid. Maar het maakt niet uit, de krentenbol is binnen. Sorry? Oh, nou, heerlijk, dankjewel. Dank je. Brammovic. Yes. Dat was volgens mij niet Chantal Jansen. Wel een krentenbol. Maar niet Chantal Jansen. Niet Chantal Jansen. Ik was heilig overtuigd, ja, man. Jij was overtuigd. Ik herkende de stem al niet. Ja, ik dacht het. Maar ja. Goed, jullie hebben gelijk. Het was niet Chantal. Nee. Dat wil niet betekenen dat we je nu makkelijk gaan maken. Nee, dat we houden het gewoon bij de mooie vrouwen in Nederland. Dus de volgende wordt Maan. Ja, lachen. Is er weer een crush, jongens? Ja, ja, daar word ik wel warm van. Kan je nog even één keer opnoemen... Wat je allemaal gaat fixen, Bram? Eten, drinken, de nummer. En kijken of ik naar binnen kan komen. Dus eerst is het eten belangrijk, dan drinken, maar binnen... Nee, nummer, binnen nummer, vaak nummer. Een nummer. Nou, genoeg geluld. Ik ga er vandoor. Oh, vergeet je Roos niet. Flikker op, Joost. Op, Joost. Hallo. Hi. Hi, een beetje een gek vraagje. Ik... Ik bel gewoon bij een random huis aan nu, omdat ik ben mijn portemonnee vergeten en ik heb echt super erg honger. Heb jij misschien iets te eten voor mij? Of iets te eten heb voor je? Ja, een broodje of iets. Ik heb wel een appel voor je. Het zou geweldig zijn. Dankjewel, ik kom heel snel brengen. Nou, geweldig, dankjewel. Is dit Noor? Ja, door een intercom klinkt het als Maan. Maar... Ja, dat dacht ik net ook. Dat dacht ik net ook bij Chantal. Dus... Hi. Hi. Dit is Maan niet! Jezus. Wat is dit? Ja, echt een super rare vraag, ik weet het. Maar dankjewel. Yo, thanks, werk ze. Dit meen je toch niet? We zijn nu gewoon uit aan het maken de gulheid aan het testen van wildvreemde mensen. Ze leken niet eens op. Ze leek meer op Chantal Jansen. Tot dusver zijn onbekende vrouwen best gul. Ja, zeker. En waar ligt dat aan? Waar ligt dat aan? Ja, ja. Aan jou. Omdat je er zo treurig bij loopt. Nou, dankjewel. Hier een banaantje. Appeltje. Wat? Voor de dorst. Healthy. Die chick zit nou wel uit het raam te kijken. En die ziet dat ik hier de hele tijd mijn auto sta te lullen. Waar is je banaan, sukkel? Maak grap met een kenner. Ja, en, een beetje jammer. Twee neppers en één iemand die niet thuis was. Ja, dat zeg maar allemaal kut. Allemaal kut. Ja. Ja. Wat een 2.0 was dit. Dat is niet normaal. Ja. Ja, eigenlijk zijn we niet tevreden, maar ja, de dag is voorbij. Dus mochten jullie nou eens hebben van, oh jongens, dit willen we toch nog een keer beter zien in een 3.0. Laat even weten in de reacties. Want jij hebt er nog wel zin in. Ja, ik heb er wel. Ja, ja. Ja. Ik heb, we stoppen niet tot jij een nummer hebt. Precies. En voor ons is het ook wel een prima draaidag. Dus wij stem genieten op een 3.0. Ja, dan zien we volgende week gewoon weer terug. Later. Tot volgende week.